Op 1 mei werd de wietpas ingevoerd en werden burgers in Limburg, Brabant en Zeeland proefkonijn. Nu 4 maanden later kunnen we de, ik kan wel zeggen, trieste balans opmaken. Wijken worden overspoeld door drugsrunners. Het gevoel van onveiligheid in buurten is enorm toegenomen. Verkoop van drugs op straat in plaats van in de koffieshop. Geen controle meer op verkoop van drugs aan jongeren en steeds jongere drugsrunners. Op 12 september kunnen we tij keren. Ik heb vanaf het begin in Maastricht hard gestreden tegen de wietpas. En wil er dolgraag bij zijn als deze pas in de Tweede Kamer in de prullenbak verdwijnt. Weg met de wietpas.